Nationaal Jeugdparlement bespreekt decriminalisatie van marihuana. Beroepenbeurs voor de jeugd van Brokkepolde gehouden. En Evelien Wevers-Kroes is eerste vrouwelijke premier in Aruba. Het journaal van de SCVS op zaterdag 18 november 2017. Goedenavond. Decriminaliseren van marihuana in Suriname voor wat betreft medische en religieuze doeleinden. Dat was een van de agendapunten van de openbare vergadering vandaag van het Nationaal Jeugdparlement. Het verschil tussen decriminaliseren en criminaliseren is volgens de voorzitter van het Nationaal Jeugdparlement, Kelvin Koniki, dat er wetten moeten worden verwijderd die het gebruik als misdaad bestempelen. Bij het legaliseren gaat het juist om het gebruik bij wet toe te staan en te ordenen. De NJP-leden hebben in hun betoog aangehaald dat er sterke controlemechanismen moeten worden ingebouwd om vooral de jeugd te beschermen bij wettig gebruik van marihuana. Behalve dat het decriminaliseerd ook gewoon gelegaliseerd is, dus gewoon niet kunnen exporteren. Maar voor ons land, Suriname is een klein land, dus het is ook heel belangrijk dat we de orde goed handhaven. Dat we niet te verkopen zijn in de winkel. Ik zou het ook gewoon ondersteunen voor medische doeleinden. Want daarover hebben de doktoren controle. En als je het voor zulke doeleinden gebruikt, dan heb je het voor economische voordelen voor het land. Ik zeg niet dat we niet moeten overgaan tot het decriminaliseren van marihuana voor medische en religieuze doeleinden. Maar we moeten wel kijken van, is dit wel het juiste moment? Zijn er instanties die, die dit stukje wel kunnen ondersteunen? Want als ik kijk naar ons land en als ik rapporten heb gelezen, we hebben een drugsbeleid, maar al sinds 2015 hebben wij geen masterplan meer. De Nationale Antidrugsraad die staat ook niet zo sterk in schoenen. Het lid Sinani van Tro vroeg om het legaliseren van het gebruik van marihuana gefaseerd uit te voeren. Zij vond daarbij ondersteuning bij de meeste leden. Nou, gezien de ervaring die we hebben met jongeren, stel ik voor dat er open sessies worden gehouden. Kennisbeurzen en dat er namens de scholen gaat om die informatie te verstrekken. Jongeren zijn niet zo gauw geneigd een telefoon te pakken om informatie te zoeken, tenzij het voor een scriptie is. Dus ik wil dat wij de realiteit niet onder het ogen halen en dat we een veel effectievere manier zoeken om de informatie en de voorlichting naar de jongeren te krijgen. Voorts stel ik ook voor dat de overheid daar misschien een proeffase, een proefstadium, een pilot draait om te kijken hoe het allemaal aan toe gaat, misschien in een periode van 2 jaar. En daarna evalueren en op grond daarvan dan een besluit nemen. Het Nationaal Jeugdparlement zal een informatiecampagne op touw zetten om haar doelgroep te informeren over dit onderwerp. Hierna zullen aanbevelingen worden gedaan aan de autoriteiten. Scholieren uit Brokkepolde maken kennis met diverse beroepen om zo bewust hun studierichting te kiezen. Dit gebeurt door middel van een beroepenbeurs Koti Passi op het voetbalveld in Brokkepolde Centrum. De trekker van deze beurs is Rosabel Gold Mines NV. Dat er soms zijn er ideeën die komen vanuit de gemeenschappen, maar soms komen er ideeën vanuit de mensen die er werken op de afdeling. En zo is dit idee ook begonnen, om in het kader van educatie iets te doen om studenten, leerlingen van Brokkepolde te prikkelen voor beroepsopleidingen of professions die daarbuiten zijn. Wat de opties zijn, eigenlijk dat. Daarmee is het begonnen. En toen kwam het idee van, oké, hoe geef je dat vorm? Dus zo is toen, x aantal jaren geleden, 5 jaar geleden, het idee ontstaan om een beroepenbeurs op te zetten. Waarbij we eigenlijk verschillende professionals brengen naar de kinderen toe, naar de leerlingen toe. Maar tegelijkertijd ook trajecten uitzetten met ze. Dat ze weten van, als ik bijvoorbeeld agent wil worden, ik zit nu op de lagere school. Wat moet ik allemaal doen om daar te komen? De participatie is
niet zuinig te noemen. Ik zie dat er aardig wat leerlingen zijn van verschillende dorpen. Wat ziet u als u zo moet evalueren en kijken naar het verloop van de dag tot nu toe? Ik moet zeggen, het is een geslaagde activiteit. Het is zo dat wanneer we activiteit opzetten, dat we beginnen met promotie. Op de scholen gaan we langs, we praten met de leerkrachten. Het begint ook zelf bij Minof, dat je daar eerst om toestemming vraagt. Want het is een schooldag, dus kinderen moeten vrij of die medewerking moet je hebben. Dan begin je dan met je promotie. Als er enige tegemoetkoming moet zijn van transport, dan doen we dat ook. Want uiteindelijk wil je wel die informatie geven. En als je dat doel wil bereiken, dan moet je ook wel een beetje stretchen. Voorstelling op het veld, dus als alle kinderen die dat willen zien, over 5 minuten op het veld kunnen zijn, dan kunnen jullie dat allemaal meemaken. Tijdens de Koti-Ipassi-beurs werden scholieren van verschillende niveaus in het district geïnformeerd. Dit omdat zij in dit deel van Suriname niet gelijk met alle beroepen in contact komen. Voor het district is het natuurlijk bijzonder, omdat Brokopondo een district is dat nog in groei is. En hiervoor hebben we kader nodig dat als de stap die gemaakt wordt, of al die gemaakt is voor duurzame ontwikkeling, dat in stand gehouden moet worden. En dat is deze kinderen, de toekomst van morgen. Dus we zijn heel blij met deze beurs. En het is een toevoeging van wat er al is. Dus we zeggen Rosabel hartelijk dank. Na 3 jaar hebben ze het weer gehouden. En dat het continuïteit mag hebben, zodat het vers blijft in het geheugen van de studenten. Om mede te bepalen welke richting hun toekomst opgaat. Met deze beurs wil Rosabel de jongeren bewust maken van de vele mogelijkheden die er zijn. Koti-Ipassi, letterlijk vertaald, baan je eigen weg, komt ook op hetzelfde neer. De meeste van de leerlingen schetsen nu al een beeld van hun toekomst. Hier, beroepsdingen. Wat zijn beroepsdingen? Piloot, soldaat, politie en... Er is dus ook een kok binnen, iemand die kookt. Uh-huh. Iemand die kookt. Ja, die heeft een kok. Heeft u gezien? Ja, en daar aan de achterkant. Welke van de beroepen vind je het best? Piloot. Waarom? Wat? Het is mooi om te zien. Wat is zo mooi om te zien? Daar op Sanderij. Denk je dat je één van de beroepen kan kiezen? Ja. Welke van ze? Piloot. Ik heb geleerd hoe je stewardess kan worden, hoe je dochter kan worden, hoe je je tanden moet poetsen. Ik heb de politie gezien. Ik heb gezien, je kan, nou, ze vragen je eigenlijk wat je wil worden. Doordat je de informatie van hun of je politie wil worden of andere beroepen die je wil uitoefenen. En welke heeft je tot nu toe aangesproken? Nou, eigenlijk heb ik geen interesse hierin. Er zijn zoveel beroepen en niet één gezien waarvan je weet. Nee. Dat heb je wel in gedachten? Nou, ik wil graag dochter worden. En daarvan is er geen unity? Nee. Maar wat betekent dit voor jongeren van jouw leeftijd? Nou ja, is toch wel een goed ding op Brokopondo, want vooral voor de 6e klassers. Waarom is het zo goed? Nou, straks gaan ze examen maken, hebben ze echt wel weet van ja, voor zo'n richting kan ik gaan. En dit is een manier dat ze de informatie krijgen die ze nodig hebben om ook de juiste keuzes in hun leven te maken. Heel enthousiast, ze waren vroeg hier, volgens mij voor de organisatie zelf. En ze stellen vragen, ze gaan naar alle stands. En voor mij is bijzonder belangrijk de jongens, omdat ik weet dat vrouwen eigenlijk al een bepaalde sterke wil hebben. Maar de mannen nu, vooral met de goudkorst die we in het district hebben, dat ze kunnen zien dat er andere beroepen zijn waar ze stabiliteit kunnen hebben, goed kunnen verdienen en een toekomst hebben. De Surinaamse wetgeving op kinderrechten moet worden aangepast. Dit vindt Ricky Stoetkaart, de ondervoorzitter van de stichting Best Child of Gold. Vooruitlopend op de internationale dag van de rechten van het kind, dat is 20 november, werd er in de congreshal voor 6 lagere scholen in Paramaribo een kindersymposium georganiseerd. Er moeten veel zwaardere straffen worden gegeven. Kinderen moeten veel makkelijk ingang hebben tot de politie, tot ouderen, tot een, ik denk bij wijze van spreken, een of ander verantwoordelijk op school, die waarnaar ze toe kunnen gaan en hun probleem kunnen voorleggen. Dus
die toegang naar hulp moet verbeterd en versneld worden. Dat is wat in eerste instantie moet gebeuren. En er moeten veel zwaardere straffen gegeven worden. Als je bijvoorbeeld een langloop en je ziet een kind passeren, durf je niet meer naar het kind te kijken, omdat die vrede straffen. Alle kinderen hebben rechten. Deze staan beschreven in het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. Het verdrag definieert een kind als een persoon onder de 18 jaar. Kinderrechten gaan over onderwerpen zoals onderwijs, gezondheid en de rol van familie en ouders. Ook de bescherming tegen mishandeling, misbruik en uitbuiting. Volgens de kinderen die hebben meegedaan aan dit symposium zijn de straffen voor ouderen die zich schuldig maken aan kindermisbruik in Suriname veel te laag. Dat ons lichaam van een tempel van God is en dat we goed erop moeten letten en dat niks met ons mag gebeuren. Heb jij dat ook geleerd? Ja, ik heb geleerd dat grote mensen niet zomaar aan ons lichaam mogen gaan en dat ze geen kinderen seksueel mogen hebben. Moeten mensen die zich schuldig maken hieraan meer gestraft worden? Ja, het zou wel. Het zou beter zijn. Met hoeveel jaren straf? Met, laten we zeggen, het kan 10 jaar of 20. Ons land is sinds 1993 deel van dit kinderrechtenverdrag. In ons land wordt er nog steeds gewerkt aan de bewustwording voor kinderrechten. De noodzaak hiervoor is aanwezig omdat kinderen vaak genoeg niet weten hoe zij moeten handelen tegen ouderen die kinderrechten niet naleven. De kinderen worden bijgebracht dat hun lichaam een tempel is. Hun lichaam is goud waard, zij zijn goud waard en niemand mag aan hun lichaam komen. En als bijvoorbeeld ze constateren dat iemand, een oudere, aan hun lichaam komt, dan moeten ze kenbaar maken. De organisatie zegt al 5 jaar bezig te zijn met de bewustwording van kinderrechten. De resultaten daarvan zullen worden vervat in een document en overhandigd worden aan de relevante autoriteiten. Nadat 2 bruggen op de weg tussen Tibiti en Apura begin oktober schade hadden opgelopen door overbeladen houttrucks, werd deze route afgesloten. Naast de uitvoering van herstelwerkzaamheden werd ook een evaluatie gemaakt van alle bruggen tussen Tibiti en Apura. Ruim een maand na sluiting deelt minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie mee dat deze route weer open is voor het verkeer. We hebben aangegeven dat de afdeling bruggen van het ministerie een evaluatie zou doen van alle bruggen. Is er iets gebeurd? Zo is de beschadigde brug nabij Falawatra vervangen door een bypass. Deze is gebouwd door de houttruckhouder die de brug had beschadigd. Verder verklaart Miranda dat voor de brug nabij Witagrong wel een beperking geldt. Verkeer tot een laadvermogen van 6 ton mag hierover. De Falawatra-brug, er is een bypass gemaakt door de ondernemer daar. In afwachting op de reparatie van die brug die hij ook moet doen. Er zijn storende gegevens van de Witagrong-brug. Begin 2018 wordt volgens minister Miranda een grondige renovatie gedaan van alle bruggen op de weg tussen Tibiti en Apura. Regilio Dotsen, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, vindt dat dorpen in het binnenland voor hun energievoorziening niet afhankelijk moeten zijn van de brandstofleveranties van de overheid. Dotsen haalt aan dat het in de bedoeling ligt dat energievoorziening niet meer voor rekening zal zijn van de overheid. Wij hebben geïdentificeerde bedrijven, de mijnbouwbedrijven, dat zijn bouwmaterialen of goud of een al dat soort zaken, die binnen de omgeving van dorpen werken. Wij hebben bij het verstrekken van concessies of het verlengen van concessies direct de dialoog op gang gebracht tussen ondernemer en dorp en een beroep gedaan op de corporate social responsibility van de ondernemer om te helpen. Maar wij zeggen altijd, we willen niet dat de ondernemer als een ATM-machine gezien wordt door het dorp, maar we willen dat er een gezonde werkrelatie, een gezonde werkleefrelatie is met de ondernemer. En dat heeft hele goede vruchten afgeworpen. En het ministerie heeft, door tussenkomst van het ministerie, zijn er aardige bedragen gevloeid in de kassen van de dorpen.
De minister vindt het belangrijk dat de energieopwekking met brandstofverbruik verder wordt afgebouwd. Overigens zijn de brandstofleveranties onoverzichtelijk. We weten dat het niet is zoals we gewend zijn in Suriname, waarbij die brandstof gewoon wordt gebracht en that's it. Maar ik denk wel dat dit de juiste en de volwassen relatie en een volwassen oplossing is voor een probleem dat we al lang hebben. Dat is dat die brandstof, dat er gesjoemel is, het komt niet aan. En als het er is, dan hebben we de overheid geen geld om het te financieren. Dat zijn de dorpen 6 maanden, 3 maanden in het donker en dat willen we niet hebben. Verder zal de energieopwekking in de dorpen duurzamer moeten geschieden. Dodson zegt dat de opwekking van zonne-energie en het gebruik van biodiesel in voorbereiding zijn. Dit alles draagt bij tot een schoner milieu. En medewerkers van de medische zending te Brownsweg in Broekeponde vragen dringend de aandacht van het districtsbestuur voor de toenemende inbraak- en roofgevallen in hun omgeving. Afgelopen vrijdag kreeg een medewerker van de medische zending Primary Healthcare de schrik van haar leven toen gewapende rovers haar onder schot hielden in haar woning. Dit was de druppel die de emmer deed overlopen. Alle collega's besloten toen het werk voor een aantal uren neer te leggen om een bezoek aan de districtscommissaris te brengen. En dit heeft zich al meerdere malen voorgespeeld. De directeur weet ervan. We hebben afgesproken, dokter Van Eer. Hij zei hij zou komen omrasteren, hij zou wachter zetten. Maar wij hebben een voorstel gedaan van zet die vereisen voor die huizen. En dat is niet gebeurd. We hebben zo'n beetje gehoord van de mensen. We zien hier op de achtergrond een van uw collega's die vanmorgen probleem heeft gehad met rovers. Misschien dat u kunt vertellen wat het probleem is. Ik ga niet veel praten, want ik kom vandaag vanuit de stad. Ik was niet daar op het complex. Dus ik heb daar dingen niet meegemaakt of zo. Dus, ik weet niet hoe dat ding in elkaar zit. Ik heb begrepen in die meeting dat jullie gesproken hebben over de situatie. Het is onveilig. Onveilig, ja, want het is een beetje moeilijk om je huis achter te laten. Misschien als je slaapt, iemand komt makkelijk naar binnen. Dus, het is een probleem van beroving en inbraak op het terrein van de medische zending. Dus daar waar de polie staat. Waar de mensen werken die de poli bedienen. Zij draaien onder andere nachtdienst, dus dat betekent dat ze ook 's nachts in de weer zijn. En het is een open terrein waar mensen komen die daar niks te zoeken hebben. Dus dat betekent er is veel, er wordt regelmatig ingebroken. En dat betekent nu, in dit geval, dus de aanleiding voor deze actie, is dat er ook een beroving heeft plaatsgevonden. En inbraak, en de zoveelste. En dat betekent dat mensen zich niet meer veilig voelen. Dus die veiligheid is nog steeds niet gegarandeerd en mensen zijn nog steeds bang om hun werk te doen. En nou, dat betekent soms met een concreet voorbeeld zoals nu, met een ernstige beroving en geweldpleging. En dat betekent dat mensen hebben gezegd van wij kunnen het werk op deze manier niet meer doen. Dus dat was de eerste uitspraak van de mensen die hier vanochtend mee geconfronteerd zijn. Kunnen we praten over actie? Nou, nee. Als ik het heb over een actie, is dat geen georganiseerde actie. Dat niet, omdat het eigenlijk een hele prille initiatief is geweest. Van mensen eigenlijk meer uit emotie gedreven om te zeggen van nou, we pikken het niet meer. Het kan gewoon niet meer zo langer. We kunnen dit werk zo niet meer doen. Dus ik denk dat de stand van zaken is op dit moment. En nou, we zijn in ieder geval blij dat we direct een gesprek hebben kunnen hebben met de DC. Om ook met haar snel tot een oplossing te komen. Districtscommissaris Kenia Pansa is bekend met de situatie van de medische zending op Brownsweg. De DC vindt het onacceptabel en beloofde ter plekke een oplossing. Samen met de technische dienst van het commissariaat zullen de woningen van de medewerkers van de medische zending worden aangepakt. Waar? Wij zijn onderweg naar me toe. Hij komt je halen. We zijn tot een akkoord gekomen als burgermoeder. Wil ik overgaan tot die vereisers plaatsen van die woningen.
Kijken wat mijn budget is. Even ook praten met medische zending hierover. Maar alvast geef ik mijn garantie dat ik kan starten. En kijken hoe we als overheid dat verder zullen oppakken. Omdat gezondheidszorg een van de belangrijkste actoren is in het district. En dat ga je niet aan de kant laten om te wachten van wat ga ik doen. Je gaat direct kijken van wat ben ik nu in staat te doen. En vragen voor extra beveiliging totdat de woningen helemaal beveiligd zijn door middel van die vereisers. Ik vind het vreemd. Het gebeurt wel, want overal heb je criminaliteit. Overal heb je berovingen. Maar ik vind het wel vreemd dat het deze dagen zo plotseling daar is. Ik ben geen deskundige, anders zou ik het een andere naam geven. Maar het is niet normaal. Ik denk dat er gewoon opzet in de zaak is. Die benaming wil ik het geven. Gaat u dat aanvechten? Tuurlijk. Ik vind het niet gepast. Ik denk dat als mensen dit bewust doen, je het niet doet met één persoon, maar het heeft te maken met een hele gemeenschap en een heel land. En op dit moment hebben we zoveel buitenlanders hier. We hebben mensen die uit stad en district naar hier komen, vooral in verband met de 25 november viering. En ik ga geen enkele boef dat laten verpesten hoor. We gaan ze aanpakken, geloof me. Intussen is het werk van de medische zending te Brownsweg hervat en de beroofde medewerker wordt verder begeleid. De politie is hierover geïnformeerd en zal er volgens de districtscommissaris maatregelen worden getroffen. Er zullen maatregelen worden getroffen om vooral de veiligheid te garanderen. En tot zover dan het laatste bericht.